Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Wij zijn wakker geworden in Frankrijk. Het is niet zo lekker weer als ik zo kijk naar het buiten. Best wel frisjes. Oh, ik heb een shirt van de zon aan. Dat maakt niet uit. We willen vandaag eigenlijk een beetje richting de stad. Wij zitten trouwens niet in Zuid-Frankrijk, ben ik erachter gekomen. Maar meer echt in het westen. We zijn echt omringd door groene velden. Een beetje... Toeristen komen hier mee heen voor de grotten. Daar heb ik heel veel over gelezen. En voor de kastelen en dat soort dingen. Dus niet echt voor het strand. Ik ga even een lekker theetje zetten. Even kijken naar het weer. Oh, het wordt vandaag 27 graden. Neerslag 10%. Dat is eigenlijk wel goed uit van vandaag. Oké, 27 graden. Even kijken. Nee, het is niet warm en het is ook niet echt koud. Jullie moeten huilen. Het stuk te gaan, moet wel altijd verkeerd boeken. Wij gaan naar Zuid-Frankrijk. Het zit gewoon midden Frankrijk. We zitten niet in het midden, we zitten wel in het zuiden, maar in het westen. Oh man. Oh. Is het een vaste manier of zoiets? Echt, mensen, met boeken moet je echt niet vertrouwen. Maar met me, dan moet jij echt de volgende keer boeken. Ik ben serieus, ik wil niet meer. Ik doe het niet meer. Het is altijd hetzelfde, dan gaan we weer naar Badalona in plaats van Barcelona. Dan zijn we zogenaamd in Zuid-Frankrijk, ik zie geen zon. Man. Niet zo hard praten, eigenlijk is dat. En nu? Ja. Gewoon een kasteel en een geiten bezoeken. We zitten hier 5 dagen. Dit wordt weer echt een geweldige vakantie voor de vlogs, jongens. Hey, dit is een beetje mijn breakfast vandaag. Gemberthee en zwarte thee. Ik start even met de gemberthee. Nessim heeft tosties gemaakt. Of tenminste, hij heeft zijn brood getoast. Zo lekker hard, hè? Ons koolhydraatarm brood. Ik ga denk ik een broodje met tonijnsalade maken. Gewoon lekker simpel. Zo, ik heb hem klaargemaakt. Ik heb even lekker mijn make-up gedaan. Mijn haar heb ik vastgelegd. Ik moest echt heel erg nodig wassen mijn haar. En dus heb ik het even vastgedaan, want er zat echt zoveel klitten in. Ik heb vandaag trouwens een topje aan van de Zara. En een broek van Boohoo. Hij zit inmiddels in de auto. We gaan even naar een plaatsje dichtbij, ongeveer op 1/2 uur afstand. Even langs de H&M te gaan, want we hebben ze echt niet goed ingepakt voor deze trip. En vandaag is het nog best wel oké qua weer, want het wordt 26 graden. En af en toe zonnig, dus het is best wel oké. Maar morgen wordt het echt een stuk frisser, hè? Ja. Morgen gaat het echt regenen, en het is 23 graden en gewoon nul zon. Dus ik denk dat ik even lekker een joggingsbroekje aan ga schaffen. Ik ga even een joggingsbroek kopen en sokken heb ik echt nodig, want ik heb alleen mijn slippers bij en 1 eigenlijk sportschoen heb ik meegenomen. En ja, dat, even kijken wat daar te beleven valt. Ik hoop dat daar een beetje wat drukker is of zo. De boerderij. Nee, ze wil naar een boerderij hier in de buurt. Ja, dat is gewoon hier in de buurt. Moeten we even kijken, hij wil naar een kinderboerderij. Kijk, het is echt zeg maar onze omgeving. We zijn gewoon helemaal omringd met groen gewoon. Alles is hier gewoon groen. Kijk. Het is letterlijk omringd door groene velden. Maar je bent ook echt heel erg afgelegen, hè? Ja. Je hebt zeg maar geen buren of zo. Je bent gewoon echt gewoon afgelegen gewoon. Solo. We hebben trouwens vanochtend ook gekeken of wij misschien nog een hotel konden boeken in Nice. Om daar naartoe te rijden. Maar dat was nog best wel ver rijden, hè? 800 kilometer. Ja, dat is echt nog ver. Wij zijn zeg maar echt in de buurt van Bordeaux. Dus het is echt helemaal het westen. En Nice is dus helemaal in het oosten. Dat is wel jammer. Bordeaux kunnen op zich nog wel gaan, want het is echt 1,5 uur rijden. Ja, nou, jongens, we zijn aangekomen. We zijn bij een soort van woonboulevard beland. Kijk, het ziet er zo uit. En hier hebben ze dus een H&M. Oh, ik zie ook de mango. Bonjour, motherfucker. Doe normaal. Van binnen is het wel echt leuk eigenlijk. Het is een soort van mall. Het ziet er netjes uit. Ja, van buiten dacht ik, wat is dit nou weer? Een soort van woonboulevard. Nee. Maar van binnen is echt leuk. Je hebt ook overal van die kleine cafeetjes en zo. Nou, hartstikke gezellig. Kom, we gaan koffie halen. Hier. Kijk. Ja.
schattig, jongens. Hier drinken we espresso. Als je hier dus normale koffie bestelt, krijg je gewoon een espresso. En deze kost gewoon 1 euro. Lekker hoor, Nes. Nu kan ik eigenlijk koffie drinken met jou. Proost, hè? Zo, die is sterk. Is lekker? Ja, sterk. Maar wel lekker. Wow, ja. Lekker, man. Ik de hele tijd roep dat ik gestopt ben met koffie. 1 keer op vakantie. Deze meid gaat weer volop koffie drinken. Nes, wat ga je doen? Wat ga je doen? One more coffee, please. Oh my god. Deze jongen had gewoon al een tweede koffie en ik ben nog steeds koffie aan het drinken, jongens. Dit loopt echt uit de hand. Ik heb het nodig. Oh, nee. Kijk dan. We hebben Sephora, jongens. Wow. Ja, maar is gelukkig. Oh mijn god, yes. Nou jongens, even een update rondom corona in Frankrijk. Je mag in sommige winkels niet in zonder masker. Dat komt er niet in. Wat supergoed is. Alleen Nesim heeft thuis zoveel maskers. Hij draagt het elke dag, maar hij is vergeten mee te nemen. Dus nu moeten we op zoek gaan naar maskers. Nou, ik heb het verkeerd aan. Lopen we. Nee, ik heb hem goed aan. Die metalen ding moet boven. Hij is boven. Ja, ik heb hem toch. Maar de blauwe kant is de binnenkant. Oh. Nee, de blauwe kant is niet de binnenkant. Ja, kijk dan hoe die tandjes lopen. Kijk, iedereen heeft het blauw aan, jongen. Kijk dan. Ja, maar, dat is gewoon die kleur. Kijk iedereen. Waarom zijn de touwtjes dan aan de buitenkant? Dat is toch onzin? Want iedereen heeft blauw. Kijk, iedereen heeft blauw, man. Kijk, eentje wit, zie je? Ja. Guys, ik heb zoveel gevonden, zie je ook zoveel korting. Ik ga het even allemaal passen. Nou, je mag niet passen, dus ik moet even voor de spiegel alles doen. Ik heb deze pyjama hier gevonden. Echt vet cute. Oh mijn god, guys. Ik heb het echt zo benauwd gekregen met die masker op de hele tijd. Niet normaal. We zijn echt geslaagd. Kijk, 1 keer die tas. Zowel Nesim als ik. Dus... Dat is fijn, ik laat jullie thuis dan wel zien wat ik heb gehaald. Ik wil als vader, ik wil even op adem komen, want ik zweet me dood door die stomme masker. Oeh. Jongens, Sephora waren we ook heel erg geslaagd. Het jongetje wilde gewoon op beeld kasten. Zo'n jongetje. Ja, er is een jongetje naast me aan het kijken. Net eens even schoenen aanpassen. Dat heb ik best wel leuke acties. Het is echt een shopdag geworden, want het gewoon best wel bagger weer is. Kijk hoe goed het eruit ziet. En kijk deze mega grote macaron, jongens. Kijk hoe groot. Oh, deze dan. Deze ziet ook heel goed uit. Oefen zijn uitgeshopt. We hebben lekker fruit gehaald. En ze heeft een slushpuppie laten zien. Hij heeft echt een heel lekkere smaak. Hij heeft perzik en groene appel. Lijkt me echt heel lekker. We gaan nu even lekker naar huis. En dan ga ik gewoon lekker mijn badpak aan doen. Ik ga lekker in de tuin liggen, want het is fucking warm. Dat had ik niet verwacht. Dat zou ik niet zeggen. Ik had niet verwacht dat ik dit zou zeggen vandaag. Maar het is heel warm, dus richting huis. We hebben boodschappen gedaan, we hebben lekker vis en zo gehaald. Misschien toch zwemmen. Lekker garnaaltjes gehaald, we hebben sardientjes gehaald. Echt zin in. Okay, wij gaan een heel snelle pasta maken. Net zoals voor deze gekozen kikkererwten. Lekker met tonijn erin. We hebben net garnaaltjes gekocht van de supermarkt. Het wordt echt heel simpel. Hier, tomatensaus, zoutpeper. En voilà. Groente van de supermarkt, alleen hebben wij geen olijfolie. Gelukkig zit hier een beetje olijfolie in, anders kon ik dus helemaal niks maken. Maar ja, hoe moet ik dit dan maken? Die moet je eigenlijk eerst bakken. Kijk, ik heb gewoon dit gedaan. Nu hebben we wel olijfolie, jongens. Hoe moet het aan? Even kijken. Kijk, lekker groente. Wordt echt een snelle jelle hap. We worden eigenlijk buiten eten. Maar ja, ze hebben hier echt letterlijk overal alleen maar brood. Brood en nog eens brood. En anders pannenkoek hartig. Of gewoon lekker met heel veel suiker erop. Niet echt gezond. Dus ik probeerde vandaag gewoon iets gezonder te eten. Omdat wij gisteren zo los zijn gegaan tijdens onze roadtrip. Dus ja, ik heb trouwens al mijn badpak aangedaan. Want het is gewoon lekker weer. En dan gaan we lekker buiten eten. Zullen we gewoon buiten eten? Ja, kijk, ik heb een Yves Saint Laurent roller. Oh ja, ja, ik laat je straks even zien wat ik allemaal bij de Sephora heb gehaald. Zo, lekker tonijn erbij. Met groenten. Zo, we hebben gewoon alle groenten erin gedaan. Het is wel lekker uit, hè? Lekker gezond. Huppakee. Zo, tomatensaus is er inmiddels bij. En de pasta aan het koken. Je snappen echt niet hoe blij ik ben nu dat het gewoon mooi weer is. En ze gaat de shisha even voorbereiden. Je hebt echt laatst echt shisha verslaafd, hè? Het is zomer meer. Niet normaal. Als je mij te veel naakt aan het filmen bent, wil je alsjeblieft de camera omdraaien? Naakt? Ik wil niet dat mijn buik en zo... ik heb dikke buik. Oh, sorry, nou.
privacy schending van Nessie. Ja. Weet je wat ik ben vergeten vandaag om te slikken? Mijn vitamintjes. En dat ga ik nu doen. Wat? Wat? Ik doe een hele foute grapje. Ja, ik dacht dat al. De garnalen zitten er inmiddels bij. Zeg maar. Ik zie helemaal zo gebukt alles. Ik film jou niet meer. Ik besef nu pas hoe vaak wij de laatste tijd tonijn eten. De laatste tijd? Tijd. Kijk dan jongens. Wil je diepe borden? Ja. Ze ziet er toch goed uit. Inproeven. Iets smakelijker, schat. Smakelijker, meer. Bedankt. Is die gek? Ja. Jongens, daar zitten we dan. Heerlijk. Ga je in het zwembad vandaag? Ik denk het wel. Nou, jongens, 10 minuten later, heel andere outfit. Dus opeens, de zon is opeens weg achter de wolken. Ik heb het opeens frisjes. Ik heb gewoon een shirtje aangedaan. Ik hoop echt dat de zon zo weer komt. Ik heb even opgezocht en over een uurtje is hij er weer hoor. Ik wacht wel even een uurtje. Net is gewoon lekker relaxen hier met zijn shisha. Echt handig. Ik heb hier lekkere warme cola. Guys, de fruit in Frankrijk is echt een stuk lekkerder. Dus het wordt een challenge. Nessie moet op het bedje gaan. In het water. Dan moet ik een foto maken. Maar hij wil niet het zwembad in. Gaat dat lukken of niet? Ja, natuurlijk niet. Tuurlijk wel. Ik ga je helpen. Wacht, niet doen. Nee, Ik hou hem toch vast, jongen. Oh mijn god. Shit, ik ben naar achteren. En? Oh no. My belly is wet. En? Je moet wel omdraaien, anders maak ik foto van je kont. Ah shit. Hoe moet ik omdraaien? Guys, we zijn naar de supermarkt geweest en we hebben badminton gehaald. Twee raketjes. Heet het raketjes? Ja, En we gaan nu badmintonnen. Het is nog lekker weer, dus we gaan lekker met z'n tweeën badmintonnen buiten. Je gaat zweten. Ja, ik ga even een topje aan. Nes, kom in badmintonnen. Hoi, joh. Zo, ik heb lekker gedoucht met badmintonnen. En Nes heeft de keuken opgeruimd. Echt lief. We hebben snacks gehad bij de supermarkt. Leuk. Deze Milka cakejes. We wilden vandaag gezond doen, maar... vandaag even nog niet. We hadden echt zoveel zin in deze Milka cakejes. En Nessie heeft Mikado. Die zijn ook echt heel erg lekker. Zo. En dan gaan we lekker buiten zitten.